Baas aan de Bosporus. Door 2 doelpunten van Goudhaantje, Sebastien Haller wint Ajax met 1-2 bij Beşiktaş en is het groepswinnaar in de Champions League. We pakken de binnenlandse en buitenlandse krantjes erbij om te kijken wat er geschreven wordt over de prestatie van Ajax. De Telegraaf opent met een woordgrapje zoals we van ze gewend zijn, beter ten haller gekeerd. Het was in Turkije de Ajax-variant van beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Beter ten Haller gekeerd dus. Met het inbrengen van de Franse Ivoriaan naar rust voor de tegenvallende Mohamed Darami zette Erik ten Hag zijn elftal alsnog op het juiste spoor voor een overwinning op Beşiktaş. Uiteraard in de Telegraaf ook aandacht voor André Onana. Aan de boorden van de Bosporus bewees ten Hag overigens niet alleen qua opstelling en tactiek een schaker te zijn, maar ook wat randzaken betreft een aantal zetten vooruit te denken. De keuze om André Onana na zijn dopingschorsing uitgerekend in Istanbul voor het eerst weer speelminuten te laten maken was een bewuste, omdat er in het Beşiktaş-park geen Ajax-fans welkom waren. Tegen de Turken toonde Onana met zijn rust en uitstraling aan tot de Europese keeperstop te horen. Dankzij de 15 punten uit 5 duels komen de euro's bij Ajax met bakken binnen. Gisteren kon financieel directeur Suzanne Lenderink weer 2,8 miljoen euro bijschrijven. Maar veel belangrijker nog, thuis tegen Sporting krijgen de Amsterdammers de kans geschiedenis te schrijven. In 1995 haalden Louis van Gaal en zijn spelers 16 punten in de groepsfase. Een zege op de Portugezen zou nu 18 punten en dus een historische prestatie betekenen. Het AD kiest niet voor Sebastien Haller, maar voor André Onana op de cover van het Sportkatern. Met verrassende terugkeer van Onana en weer een glansrol van Haller boekt de ploeg van ten Hag 5e zege. Ajax ligt op koers voor een record, concludeert dus ook het AD. Ajax begon matig in Turkije, zag het AD. Aan Onana lag het ook niet dat Ajax in eerste instantie een soort kamikaze voetbal speelde waarbij oude gebreken aan het licht kwamen. De restverdediging was ver te zoeken, nu ten Hag ervoor koos bij afwezigheid van de geschorste Edson Alvarez eens met 1 controleur te spelen. De Volkskrant deelt complimenten uit aan Haller. Alle geschriften met twijfels aan zijn kwaliteiten die hem bereikten na zijn komst een jaar geleden voor 22 miljoen versnipperde hij in de prullenbak. Hij spreekt het liefst met de voeten en het hoofd. Haller oogt niet als de snelste, hij is niet de meest verfijnde, maar hij doet wat een spits moet doen. Of hij nu bij Ajax speelt of bij Genemuiden 3, scoren. Ook in het buitenland zijn de kranten onder de indruk, zeker van Sebastien Haller. Inarrêtable, niet te stoppen, concludeert toonaangevende Franse sportkrant L'Équipe. Ajax was al zeker van de knock-outfase en kon tegen Beşiktaş ook de eerste plek veiligstellen. En dat is ze gelukt. 1 man veranderde alles. Het Ajax van Haller durft grote dromen, schrijft La Gazzetta dello Sport. De dubbelslag van de Ivoriaan, de topscorer van de competitie, beslist de wedstrijd tegen Beşiktaş. Plus 9 ten opzichte van Borussia Dortmund voor de Nederlanders. 1,5 positiviteit dus rond Ajax dat als groepswinnaar door is naar de volgende ronde van de Champions League. En rustig in de loting kan gaan afwachten wie het gaat treffen in de knock-outfase. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Hoi.